Ja, ik kreeg berichtjes toegestuurd van mensen die zeiden: Harry, je bent toch niet die kopschoppers van Mallorca, weet je wel, die toen die Carlo Heuvelman uit Waddinxveen hebben doodgeschopt. Die ben je toch niet vergeten? Is het? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk ben ik dat niet vergeten. Kom op zeg. Nee, maar ja, het is stil rond die zaak. Ja, en we begrijpen met z'n allen dat dat een hele moeilijke affaire gaat worden om die gasten in de cel te krijgen. Want ga maar na. Het begon al met dat het OM, Openbaar Ministerie, veel te lang stond te treuzelen om die gasten te arresteren. Want het gevolg was dat die jongens alle tijd hadden om de verhalen op elkaar af te stemmen en helemaal een tactiek voor zichzelf konden bepalen. Daar begon het mee. En daarna kregen die gasten ook nog allemaal advocaten. Ja, hier, ouders met poendaar in het gooi. En ja, die advocaten, die zijn natuurlijk alleen maar bezig met mistige verhalen rondstrooien. Met alternatieve waarheden natuurlijk. Met fake getuigenissen misschien wel. Ja, want opeens was die Carlo Heuvelman, die was dus met zijn hoofd op een stoeprand gevallen en daardoor overleden, maar niet voor zijn kop geschopt. Ja, zo zit hij dan. En ten derde krijgt het OM, dat is ook nog eens een hele vervelende factor, die krijgt die getuigenissen niet rond. Die hebben te weinig mensen die het hebben gezien. En als ze het gezien hebben, dan weten ze het niet meer opeens. En dan hebben ze ook nog geen videobeelden van wat er precies gebeurd is. En intussen wijst iedereen van die verdachten, die wijzen keurig naar elkaar en niemand heeft het gedaan, handjes in de lucht. En zo staan we in die zaak van de kopschoppers. En daarom wil ik zeggen tegen Waddinxveen: jongens, zet je schrap. Want het is niet altijd eerlijk in het leven. En het is niet altijd rechtvaardig. Want neem nou bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd. Ja, dan kan je de hele wedstrijd beter zijn. Je kan je tegenstander wegspelen. Je bent de bovenliggende partij. En dan komt de tegenstander één keer bij jou voor het doel in de 87e minuut. Die maken een goal en je verliest met 1-0. En dan zeg je na afloop: dat was niet eerlijk. Nee, en het was niet rechtvaardig. Dat klopt. En omdat het sport is, is dat te verteren. Daar kom je overheen. Maar in dit geval van Carlo Heuvelman is het niet te verteren als het niet eerlijk is en niet rechtvaardig. Nee, dan is het onverdraaglijk.